Oké. Goedemiddag en welkom allemaal bij deze online informatiebijeenkomst voor het project Groot Onderhoud N347 tussen Goor en Haaksbergen. In deze sessie richten we ons op het dorp Sint-Isidorushoeve van de gemeente Haaksbergen. We hadden u graag welkom geheten op een fysieke bijeenkomst, maar door corona is dat op dit moment nu nog niet haalbaar. Mijn naam is Cassandra van Willigen en ik ben projectondersteuner bij de provincie Overijssel. Naast mij staat Frans Uilenbroek. Hij is de projectleider bij de provincie Overijssel en gaat over dit project. Ja, dankjewel Cassandra. Ook namens mij een hele goede middag en welkom bij deze sessie, dames en heren. Wat gaan wij vanmiddag doen? Het programma ziet er als volgt uit. Het welkom, nou, daar zijn we nu doorheen. En dan zal ik u iets vertellen over het project, wat het inhoudt, waarom we het doen. Vervolgens komt er een klein filmpje over bepaalde locaties binnen het project die we nader willen toelichten. En na het filmpje zal ik deze locaties nog extra toelichten, zodat het duidelijk is, want het filmpje is niet al te lang. Nou, en dan is er gelegenheid tot het stellen van vragen die gelijktijdig is. Er kunnen toch vragen worden gesteld? Ja, dat klopt Frans, inderdaad. U kunt uw vragen stellen via de WhatsApp. En u kunt het telefoonnummer 06-501-644-64 hiervoor gebruiken. Ook ziet u het onder in beeld. Hoe gaat dat precies in zijn werk? In de WhatsApp-app tikt u rechts onderin op het icoontje om een nieuw contact toe te voegen. Als u dit nummer erin vult, kunt u daarna een bericht sturen en verzenden. Wij proberen zoveel mogelijk, het liefst alle vragen, te beantwoorden tijdens deze live-uitzending. Mocht dit onverhoopt toch niet lukken en heeft u nog vragen daarna, dan kunt u het nummer niet meer gebruiken, maar kunt u ook altijd een e-mail naar ons sturen of via de website uw vraag stellen. Frans, kan jij vertellen wat het project inhoudt? Zeker, dat ga ik doen. En dan ga ik hier verder. Allereerst wil ik vertellen waarom we eigenlijk dit informatiemoment houden. In deze fase van het project vinden wij het belangrijk om u te informeren over waar wij mee bezig zijn en wat we gaan doen. Maar wat we ook heel belangrijk vinden is dat u kunt reageren op waar wij mee bezig zijn of wat onze ideeën zijn. Maar wellicht heeft u wel aandachtspunten die wij over het hoofd zien of heeft u zorgen die u met ons wilt delen over het verkeer of wat dan ook. Nou. Dus vandaar dit moment om u te informeren. Daarnaast is er, wat willen we dan bereiken met dit project? U ziet hier een plaatje van het tracé. Dat is, u ziet onder Haaksbergen en boven Goor. En daartussenin zit dus de N347. En het gaat niet om het hele traject, maar het gaat om het rood gearcheerde traject. En dat begint vlak voor Sint-Isidorushoeve, bij de kruising van de Rietmolenweg, tot net na de bebouwde kom van Hengemolen. En we gaan deze weg, en dat is de hoofdrijbaan en de parallelweg, duurzaam en veilig inrichten. Dat komt omdat we moeten voldoen aan een basiskwaliteit van het asfalt van de weg. U heeft misschien wel gemerkt, er zijn al eerder wat asfaltreparaties geweest. En we moeten dat nu steeds vaker doen, dus het is echt toe aan groot onderhoud op dit stuk. Het gevolg is, als we dat gedaan hebben, dat groot onderhoud, dat het minimaal 10 jaar mee kan. Maar we gaan er eigenlijk vanuit dat het wel 15 jaar is. En daarnaast willen we onze wegen eenduidig en veilig hebben ingericht. We willen dat de veiligheid voorop staat in het verkeer, maar ook de doorstroming. Nou, wat gaat er onder andere gebeuren, u zult dat straks ook wel in het filmpje zien, is we willen onder andere duidelijkere komovergangen hebben, dus dat het duidelijk is dat je een dorp binnenrijdt en dat de snelheid moet worden aangepast. Dat de inrichting van een dorpskern herkenbaar is en dat er over het hele tracé veilige kruisingen en oversteken zijn. Nou, daar komen we straks allemaal verder op terug. En op het eind, en dat is aan het eind van deze presentatie, vertellen we nog even iets van hoe we verder gaan. Hoe gaat deze voorbereidingsfase verder en hoe ziet de
of de uitvoeringsfase eruit. Maar allereerst nu een filmpje over het stukje van Sint Isidorushoeven. Frans, waar zijn we hier en wat gaan we hier doen? Ja, we staan hier bij de kruising van de N347 en de Rietmolenweg. En hier is het begin van het traject voor het groot onderhoud, waar we de hoofdrijbaan gaan opknappen. Dat wil zeggen opnieuw asfalteren. En de parallelweg die daar ligt, die gaan we ook opnieuw asfalteren. En zo gaan we richting Sint Isidorushoeven en Hengevelde. We gaan hier ook de oprit naar de N347 op asfalteren. Dus de klinkers gaan eruit en er komt asfalt in. Deze rij met bomen, wat gaat daarmee gebeuren? Ja, dat is een goede vraag. We staan hier aan het begin bij de ingang van Sint Isidorushoeven. En inderdaad staan daar bomen aan de overkant. Geplant samen met de Belangenvereniging. En die bomen die buiten de bebouwde kom staan, die staan te dicht bij de rijbaan. En ook zo dicht dat er ook niet een vangrail tussen komt. Want buiten de bebouwde kom moet je een obstakelvrije zone hebben. Van 4,5 meter, nou dat halen we hier niet. En daarnaast is er ook te weinig ruimte om nog een vangrail te doen. Dus daar moet iets mee gebeuren. Maar wat, dat weten we nu nog niet precies. Dus daar zijn we over wat nadenken. Of ze verplaatst kunnen worden naar achteren. Of dat ze misschien helemaal weg moeten. Of dat ze toch kunnen blijven staan. Daar moeten we nog over nadenken. We staan hier binnen de bebouwde kom. En we gaan hier de hoofdrijbaan aanpassen. Zodat het duidelijk is dat je binnen de bebouwde kom rijdt en maar 50 mag rijden. Frans, wat is dit voor een paadje? Ja, we staan hier bij een olifantenpaadje wat fietsers gebruiken die uit de nieuwbouwwijk Hoeve Oost komen. En dit gaan we dus een officiële fietsoversteek maken, zodat fietsers veilig kunnen oversteken. En daarnaast wordt aan de overkant de ingang gebruikt als een calamiteiteninrit voor ambulances, politie en brandweer. Voor het geval dat de rotonde afgesloten is en ze toch hier in de wijk moeten zijn. We zijn hier bij de rotonde van Sint Isidorushoeven. Frans, wat gaat hier gebeuren? Ja, we gaan allereerst het asfalt vervangen van de rotonde en het groen aanpakken. Daarnaast gaan we meer ruimte geven aan het fietspad en het voetpad hier, vrij smal allemaal. We gaan zorgen dat de oversteek voor de fietsers en de voetgangers van de provinciale weg duidelijker is voor de auto's die daar staan komen. En daarnaast gaan we aan de overkant bij de Bekkemerweg ook de oversteek voor de fietsers duidelijker maken. Zodat ze niet per ongeluk de rotonde oprijden. En dit doen we in samenwerking met de gemeente Haaksbergen. We staan hier bij de rotonde van Sint Isidorushoeven, bij de ingang van de parallelweg. Ook hier gaan we de inrichting aanpassen in samenwerking met de gemeente Haaksbergen. We staan hier bij de weegbrug Lima. Wat is een weegbrug eigenlijk, Frans? Een weegbrug is waar vrachtwagens komen om hun lading te wegen. En dan krijgen ze een bonnetje en dat hebben de transporteurs nodig. Oké, dat is duidelijk. Maar wat gaan we hier doen? Hier bij de weegbrug gaan we de parallelweg aanpakken. De vrachtwagens maken gebruik van de parallelweg om hier te komen. En omdat hier ook veel fietsers en tegenliggers zijn, gaan we de parallelweg de bermverharding iets verbreden, zodat ze beter kunnen uitwijken. Daarnaast zijn er een aantal oversteken waar we willen dat ze die niet gebruiken. En die gaan we haakser maken, zodat ze daar niet inrijden en alleen gebruik maken van de toerit die wij willen dat ze nemen. Dit was het voor gemeente Haaksbergen en Sint Isidorushoeven. Bedankt voor het kijken. Welkom terug allemaal. Ik kan mij voorstellen dat het filmpje wat er gaat gebeuren nogal snel voorbij ging. Daarom willen we er wat meer uitleg over geven. Frans, kan jij vertellen wat er gaat gebeuren? Ja, dat zal ik doen. Inderdaad, heeft er wel de nodige locaties gezien die we afgaan, waar we wat mee gaan doen. Maar ik zal even wat
meer toelichting op geven. Allereerst het begin van het tracé. De Rietmolenweg, daar begint het. De parallelweg wordt iets voor de Rietmolenweg, dus richting Haaksbergen, opgepakt om te asfalteren. En de hoofdrijbaan begint dus net na de kruising met de Rietmolenweg richting de bebouwde kom. Dus de start van het tracé, dus asfalt vervangen. Maar er speelt hier nog meer. Allereerst op de Rietmolenweg zelf, de kruising waar de toerit en de afrit is vanaf de hoofdrijbaan. Daar liggen nu klinkers en deze worden vervangen door een asfaltlaag. Wat er verder nog speelt is de oversteek vanuit de Heetpasweg. Dat is aan de overkant van de Rietmolenweg. Daar komen redelijk veel fietsers en voetgangers over. Toeristische fietsers ook. Zit in een fietsroute, geloof ik. En in ieder geval, het is best wel moeilijk oversteken voor ze. Dus daar zijn we ook aan het kijken. Kunnen we daar misschien zorgen dat dat op een goede manier kan gebeuren? En wat ook al in het filmpje naar voren kwam, is de rij bomen die langs de hoofdrijbaan staan, buiten de bebouwde kom. Dus tussen de Rietmolenweg en de ingang van de bebouwde kom. Aan de noordkant. Daar zijn bomen geplant in 2014-15. En deze staan eigenlijk te dicht bij aan de rand van de hoofdrijbaan. Bij een hoofdrijbaan waar 80 km per uur gereden mag worden, willen we eigenlijk een obstakelvrije zone hebben van 4,5 meter. Obstakelvrije zone wil zeggen dat er eigenlijk een grasmat ligt waar geen bomen of borden of andere zaken staan. En dat is hier niet het geval. De bomen staan te dicht langs de rijbaan. Nu kan het soms zijn dat er nog wel ruimte is om een vangrail er langs te plaatsen. Dat doen we op andere stukken van het tracé. Met name voorbij hengevelden gebeurt dat. Er wordt vangrail langs bomen geplaatst omdat daar wel ruimte is. Die mag dan weer op 2,5 meter van de hoofdrijbaan staan. Maar ook hier is die 2,5 meter niet haalbaar. Dus we zitten met een beetje een dilemma van wat gaan we dan met die bomen doen? We kunnen ze eventueel naar achteren verplaatsen. Als daar ruimte voor is, maar er loopt nog een sloot langs. Moeten ze helemaal weg dan? Of moeten we ze misschien toch laten staan en daar anders naar kijken? Dat weten we eigenlijk op dit moment nog niet. Maar daar zal uiteindelijk wel een besluit over moeten worden genomen. Voordat het werk wordt begonnen. Dus dat is wat betreft het stukje buiten de bebouwde kom. Dan komen we bij de ingang van de bebouwde kom. Nou, wat we al in de introductie zeiden is van we willen graag de komovergangen duidelijk maken. Dat als je vanuit de provinciale weg een dorps binnenrijdt, dus de bebouwde kom binnenkomt, dat er echt een visueel verschil is van de weg. Dat je ziet van, hé, hier kom ik echt een dorp binnen, hier moet ik mijn snelheid naar beneden brengen. Nou, dat gebeurt onder andere met een rijstrookscheiding. In dit geval de rode middengeleider die erop staat. Die voeren we in bakstenen, rode bakstenen uit. Of het kan een print zijn in rode baksteen, dus wel asfalt, maar met een print van rode baksteen. En het wegprofiel, de beleiding wordt anders, zodat je weet van, hé, ik ga een bebouwde kom binnen en ik moet hier mijn snelheid aanpassen. Naar 50. Naar 50. 50 km per uur in de bebouwde kom, ja. Nou, hier is het olifantenpaadje waar we het over hadden. U ziet rechts in de boven een stukje nog van de nieuwbouwwijk Hoeve Oost, waar huizen worden gebouwd, intussen staan er huizen, oud plaatje. Maar veel fietsers steken daar nu over door de bosjes heen en door de heg heen langs de parallelweg. Om zo bijvoorbeeld richting Haaksbergen te fietsen. Zodat ze niet eerst helemaal via de rotonde bij de Bekkemerweg hoeven te gaan. Nou, de gemeente heeft dat gezien van, hey, kunnen we hier niet een goede fietsoversteek maken? Ook omdat er gewoon steeds meer verkeer en met name fietsers dus komen. En vandaar dat we zeggen, nou, dat kan hier. We maken een goede oversteek, zodat ze ook in twee etappes kunnen oversteken. En daarnaast maken we dan zodanig de weg naar de
nieuwbouwwijk, dat we die ook kunnen gebruiken als inrit voor calamiteiten. Dat wil zeggen ambulance, brandweer en politie, dat die naar binnen kunnen via deze weg, mocht dat nodig zijn. Mocht er bijvoorbeeld een brand zijn, de brandweer moeten bijkomen vanuit Haaksbergen. En stel dat de rotonde of de Beckenmeerweg versperd is, dan kunnen ze ook deze route gebruiken om naar binnen te gaan. Vandaar dat u een beetje die trompetvorming ziet bij de inrit. Er staat wel een paaltje, dus dat niet automobilisten dit gaan gebruiken. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is dat. Even kijken. Dan gaan we verder het dorp in. Hier ziet u een overzicht van, u ziet nog net hier bij mij de fietsoversteek. En dan het stuk binnen de bouwde kom tot aan de rotonde. Nou, wat ik u al vertelde, de inrichting van de hoofdrijbaan is dus met die middengeleider. Daarnaast de parallelweg die daar loopt. Is ook de wens vanuit de gemeente onder andere om daar een andere inrichting aan te geven. Dus dat nemen we ook mee in het onderwerp van gaan we daar de weg iets versmallen misschien of opknappen. Dus dat doen we in samenwerking met de gemeente. Dat is de parallel. En zo komen we dan bij de rotonde. Daar kan ik nu even op inzoomen. Die ziet u hier duidelijk. Naast dat die rotonde opnieuw geasfalteerd wordt, hebben we ook gekeken naar hoe de situatie is voor de fietsers en de voetgangers. Het is namelijk zo dat zeker nu met die nieuwbouwwijk, maar eigenlijk daarvoor ook al, de provinciale weg natuurlijk dwars door het dorp gaat. En aan de zuidkant zitten huizen en aan de noordkant zit bijvoorbeeld de school of de sportvelden. En er wordt dus heel veel gebruik gemaakt van de oversteek hier. En er is te weinig ruimte voor de fietsers bijvoorbeeld om rondom de rotonde te gaan. Hè? En daarom is er ook een fietspad waarin je twee richtingen kunt gaan. Dat geeft al een rare situatie bij de Beckenmeerweg dat fietsers die vanuit Beckum komen voor de rotonde moeten oversteken. Nou, ook weer in samenwerking met de gemeente Haaksbergen gaan we die oversteek duidelijker maken. Zodat het hopelijk voorkomen wordt dat fietsers op de rotonde terechtkomen, wat nu nog wel eens gebeurt. En daarnaast de voetgangers. U ziet hier een zebrapad op de hoofdrijbaan. En hoewel dat eigenlijk niet gewoon is op een provinciale weg om een zebrapad neer te leggen, ook niet in een dorpskern, zijn we van mening, ook naar geluiden vanuit de gemeente, dat het hier wel kan. Omdat de situatie is, fietsers hebben wel voorrang, maar voetgangers weer niet. Dat is verwarrend. Daarnaast zijn er dus veel oversteken vanuit scholen of sporters. Dus vandaar dat we hebben gezegd, hier is het wel mogelijk. Het is eigenlijk een uitzonderlijke situatie, want op zich zeggen we een zebrapad is ook een soort schijnveiligheid. Hè? De voetganger denkt dat hij voorrang heeft hij. Maar je moet natuurlijk altijd voorrang krijgen. Ja, de auto moet wel stoppen, ja. Ja, anders, dus daar zou ik altijd even op letten. Altijd even goed opletten, ja. Maar een uitzonderlijk geval dus, dat hier een zebrapad komt. Absoluut, ja. Okay. Dat is, dat is fijn. Niet gewoon. Nee. Dan even langs het aan de zuidkant het fietspad en het voetpad richting de Binnenveldsweg. Daar is het, met name het voetpad heel smal. Dus daar zijn we ook aan het kijken hoe kunnen we daar ruimte creëren om de voetgangers, en dan is het voornamelijk mensen met een rollator of een rolstoel die daar moeite mee hebben, toch ruimte te geven om daar overheen te gaan. Even kijken. Dat wat betreft de rotonde, dan ga je dus het dorp weer uit en dan komen we iets verderop, als we uit het dorp zijn, bij de weegbrug Lima. Dat is ook wel een puntje. De weegbrug wordt gebruikt dus om ladingen te wegen, zodat ze weten hoeveel ze vervoeren.
De vrachtwagens die rijden, als het goed is, over de hoofdrijbaan, komen ze aan en dan nemen ze de uitrit of de toerit rechts onder in beeld. Daar. Ja, deze. En rijden ze daar de parallelweg op richting de Weegbrug en vice versa terug als ze hun lading gewogen hebben. Nou, dat stukje moeten ze indraaien. De parallelweg is soms smal als vrachtwagens elkaar moeten kruisen, als tegenliggers of als er fietsers komen. Vandaar dat de parallelweg het asfalt niet verbreed wordt, maar wel de bermverharding. Die is normaal gesproken, doen we daar grasbetonklinkers in. En die zijn 40 centimeter aan beide kanten en dat wordt nu 80 centimeter. Plus dat in die bocht dus waar ik het had, hier de bocht ook ruimer wordt voorzien van grasbetonklinkers, zodat het niet kapot gereden wordt, de berm. Daarnaast zijn er een aantal oversteken die in dat traject zitten. En waar we dus van willen dat deze niet gebruikt worden door de vrachtwagens die naar de Weegbrug gaan, of eigenlijk ook niet door personenauto's. Maar dat iedereen die naar de parallelweg wil gebruik maakt van die kruising hier. En niet bijvoorbeeld, even kijken, dan moet ik even erheen lopen, deze. Want we willen niet dat auto's op de rijbaan gaan stoppen daar waar het eigenlijk niet handig is. En zeker niet voor vrachtwagens met aanhangers, want die moeten een scherpe draai maken. Dus we gaan deze oversteken haakser maken, zodat het niet uitnodigend is om hier van de hoofdrijbaan af te gaan of op te draaien. En komen er dan ook duidelijke borden naar de juiste afrit toe? Ja, dat is een goede inderdaad. We willen daar duidelijk aangeven wat de route moet zijn om naar de Weegbrug te gaan. Er speelt nog iets met drempels. Er zitten best wel wat drempels daarin, dus daar gaan we ook naar kijken van hoe we daarmee omgaan. Dat wat betreft de Weegbrug, dan zijn we aan het einde van dit traject wat betreft het deel voor Sint-Isidorushoeve. Ik weet niet, Cassandra, zijn er nog vragen? Ja, ik zal kijken of er nog vragen zijn binnengekomen. Ja, we hebben nog 5 kijkersvragen binnen. Ja, zeker. Ja, de eerste vraag voor vandaag. Bestaat de mogelijkheid om onze eigen toegangsweg vanuit de N347 naar onze woning mee te laten asfalteren, Frans? Nou, dat is gelijk een eentje voor iemand die denkt, dat is handig. Er komt een grote asfaltploeg langs en dat kan ik ook gebruiken. dat is misschien iets straks voor de uitvoering. Hè. Ik denk dat ik aan het eind hierna kom ik daar nog heel even op terug. In principe zit het natuurlijk niet in ons project. Wij beperken ons echt tot ons projectgebied, de duidelijke begrenzingen wat we asfalteren. Maar het is vaak ook zo, een aannemer is natuurlijk bezig en misschien kan de desbetreffende eigenaar met aannemer afspraken maken dat er toch iets gebeurt. Maar dat zijn wel zaken die we eigenlijk pas later kunnen bekijken. Op zich voor het ontwerp waar we nu mee bezig zijn, houden we daar geen rekening mee. Als die mensen daar dan mee komen, dan kunnen ze wel zeg maar bij ons aangeven om dan zo te communiceren met de aannemer. Of daar mogelijkheden in zijn. Ja, nou, maar ik denk dat in het vervolg, we komen straks of later in deze project nog wel weer met elkaar in overleg. Dat misschien ook vragen zijn die dan meer relevant zijn. Ja, oké, helder. De volgende vraag. Wordt er al gekeken naar toekomstige uitbreiding van Hoeve Oost? Aangezien het nieuwe plan al volledig vol is en er nieuwe plannen gemaakt kunnen worden. Ja, dat is inderdaad iets wat wij ook wel met de gemeente hebben doorgenomen. Heeft ook bijvoorbeeld te maken, hier op de achtergrond zie je de ingang van de bebouwde kom. En die staat precies nu eigenlijk op de grens aan de noordkant waar de nieuwbouwwijk Hoeve Oost ophoudt. En daarnaast is nog een leeg of een weiland, hè, of een bouwland. En ja, het is inderdaad een populair plekje kennelijk. Dat is een mooi plekje om te wonen. Dus er wordt over gesproken inderdaad, uitbreiding. Het is wel zo, we weten niet op wat voor termijn dat gaat gebeuren.
Is dat in 5 jaar, is dat 10 jaar? Dus voor nu in dit project houden we daar ook geen rekening mee. De volgende vraag. De ontsluiting ter hoogte van de Hazemolenweg en de nieuwbouw en eventueel de nieuwbouw in de toekomst. Wordt dat ook aangepakt? De ontsluiting ter hoogte van de Hazemolenweg. Even kijken, moet ik even oriënteren waar dat is, want dat weet ik wel. Ja, dat is bij de fietsoversteek. De calamiteiten, ja. Ja, dat is eigenlijk waar we het net over hadden. Hè. Daar komt dus wel een fietsoversteek, waar fietsers gewoon goed gebruik van kunnen maken. Die kunnen in 2 fases oversteken. En het is een calamiteiteninrit, of uitrit misschien, maar voornamelijk een inrit. Maar dus niet voor auto's. Die zullen echt gewoon via de rotonde moeten gaan. Maar ja, die vorige vraag ging ook over de uitbreiding van de nieuwbouw. Nou ja, wat er dan in de toekomst komt als dat helemaal richting Haaksbergen wordt uitgebreid. En wat er dan misschien aan ontsluitingen komt. Nou ja, dat is nog verre toekomst. Maar ook hier zeg ik ja, daar valt buiten dit project nu. Ik zou graag willen meekijken in mogelijkheden en oplossingen. Hoe kan ik dat doen? Vraagt een bewoner. Ja, nou, misschien kun jij daar wat over vertellen. Nee. Nee. Nou, wat om gaat is, daarvoor doen we deze informatie natuurlijk onder andere. Hè? Want dat zei ik al aan het begin. Wij informeren weliswaar over hoe ver we nu staan in het ontwerp waar we mee bezig zijn. Maar we doen dit ook om juist informatie vanuit de omgeving te krijgen. Van te horen, goh, waar lopen jullie tegenaan? Zijn er misschien plekken die wij niet kennen die wel heel onveilig zijn qua oversteken en dat soort dingen? Dus dat horen we juist heel graag. Oh ja, u kunt uw vragen of ja. opmerkingen. Ja, sorry. Kunt u vragen of opmerkingen en eventueel kleine wensen kenbaar aan ons maken? De kleine wensen zouden nog eventueel meegenomen kunnen worden als u het instuurt voor 27 juni aanstaande. Daarna kunnen ook altijd nog vragen en opmerkingen gesteld worden via ons e-mailadres. En dat is n347goorhaaksbergen@overijssel.nl. Dus waar komt dat straks nog wel in beeld? Dat komt straks nog in beeld, ja, zeker. En anders via de website. We hebben een projectwebsite online. En daar kunt u ook terecht voor meer informatie. En ook houden wij u op de hoogte. Wel even de website alvast. Het is www.overijssel.nl/n347goorhaaksbergen aan elkaar. Maar nogmaals, wij horen graag wat er speelt. Ja. Ja, nou ja, als het nodig is komen we ook langs om de situatie te bekijken ter plekke. Dus kom met suggesties, graag. Nu kan het nog. Hè? Ja, nu kan het nog. Ja. Voordat het definitief ontwerp er ligt. Precies. Hebben Zijn er nog vragen, jongens? Nog meer? Het regent vragen, nou. Wat gebeurt er met de verlichting van de hoofdrijbaan en de parallelweg? Die is voor jou. Ja, nou dan hebben we het voornamelijk even in Isidorushoeve zelf. Even binnen de bebouwde kom kan ik iets over zeggen. Ook dat doen we in samenwerking met de gemeente Haaksbergen. Zij gaan eigenlijk ook over de verlichting. En wat we daar willen doen, zover ik het nu weet in ieder geval, waar we het over hebben is de verlichting op de hoofdrijbaan eigenlijk wat terugnemen. En op de parallelweg, en dat is dan dus binnen de bebouwde kom, wat meer doen. Dat gaat gebeuren. Ja. En buiten de bebouwde kom, ja, daar zijn we wel aan het kijken. Binnen Overijssel moeten we daar juist wel of geen verlichting aanzetten. Dat heeft weer met donker te maken. Maar in ieder geval belangrijke kruisingen. Of kruispunten moet ik zeggen, die worden over het algemeen verlicht. Ja. Dus het definitieve plan is nog in gesprek met de gemeente hierover? Ja, ja en dan kan ik wel misschien even iets vertellen over de voorbereidingsfase waar we nu in zitten. De voorbereidingsfase zijn we bezig om een ontwerp te maken. En we zitten nu met het voorontwerp, het VO noemen we dat even in onze jargon. En in het vooronderwerp kijken we wat er wat we grofweg willen gaan doen. Zijn we nog niet in detail bezig.
Nou, en naarmate we verder in het project komen, ga je ook steeds meer in detail werken. En dat gaat zich straks uiten in een definitief ontwerp. En dan weten we echt, nou, hier gaan we dat doen, daar gaan we die bakstenen toepassen, daar gaan we dat asfalt vervangen. En dat wordt dan ook uiteindelijk in een bestek gezet. En bestek wordt dan op de markt gezet, zoals dat heet, aanbesteed. En dan kunnen aannemers zich op inschrijven. Nou, en uiteindelijk zal een aannemer het werk gegund krijgen. En die gaat het dan uitvoeren. En dan komen we op dat moment in de uitvoeringsfase. En ik kan er even... Hè, dat is van hoe gaat het verder? In de uitvoeringsfase, de voorbereidingsfase zitten we nu dus in. Voorontwerp zijn we nu aan het afronden. Hij gaat straks naar het definitief ontwerp. Nou, dat zal ongeveer dit jaar nog duren. Zeker ook het bestek maken heeft tijd nodig. Omdat juist dat heel erg een detail is. En dan volgend jaar, voorjaar, beginnen we, is het plan om de uitvoeringsfase uit te voeren. Nou, en hoe dat verder gaat, hoe lang dat duurt, dat is ook nog even kijken. We schatten een maand of drie, maar het is ook belangrijk. We kunnen natuurlijk moeilijk in één keer alles afsluiten. Dat we de hele weg, het hele tracé van Sint-Isidorushoeve tot en met Hengevelde dichtgooien. Ja. Dat kan niet, dus nee. Dat gaat in fases gebeuren. Hoe hou je de bereikbaarheid van mensen tegen? Dus hoe hou je de bereikbaarheid mogelijk van bedrijven en omwonenden? Nou, ook dat soort dingen gaan we in het vervolg verder toelichten. Er is nog een vraag binnen, Frans. Ja. Waarom komt er geen rondweg om Sint-Isidorushoeve? Oei, ja. Ja, geen idee eigenlijk. Op zich, we zijn nu gewoon met de weg bezig omdat het echt toe is aan groot onderhoud. We moeten genoeg, anders zijn we continu kleine reparaties aan doen. Ja. Een rondweg om een dorp heen, in dit geval Sint-Isidorushoeve, is natuurlijk altijd een wens voor mensen die er wonen. Omdat het, en zeker hier in dit traject. Er gaat echt veel verkeer doorheen en veel vrachtwagens, met name veel zwaar. Nou, we hebben het zelf gezien toen we daar stonden. Gezien, ja. Soms moesten we even inhouden omdat we niet te horen waren bij de opnames. Klopt. Dendert er weer een vrachtwagen langs. Nou, dat gaat eigenlijk de hele dag door. Dus ik kan me voorstellen dat deze vraag er is. Maar ja, dat is echt een heel ander project. Dan ga je echt. Dan moet je. Daar zit een hele verkenning aan vooraf. Van is het echt nodig? Ga je dan verkennen? Dan ga je verkennen hoe zou het dan moeten? Welke alternatieven zijn er? Nou, en dan krijg je dus een verkenningsfase en dan krijg je een planstudiefase. Want stel dat we dan zeggen, nou, het is nodig, dan moet je dat vormgeven. Dan krijg je allemaal instemmingen, bezwaren, procedures, dat soort dingen. Nou, dan krijg je pas de voorbereidingsfase waar we nu in zitten, bijvoorbeeld van een project en de uitvoering. Nou, dan ben je zo 5 jaar minimaal verder voordat je daar bent. Dus voor nu is het zorgen dat de weg er goed bij ligt. Ja. Oké, okay. Helder. Nog een vraag. Welk asfalt wordt er gebruikt in verband met geluidshinder? Is dat ZOAP? ZOAP, zeer open asfaltbeton, staat dat voor. Oké. Okay. Ja, ZOAP. Allereerst... asfalt wat we gebruiken is over het algemeen al dusdanig tegenwoordig. De ontwikkelingen in de technologie van asfalt die gaan ook maar door. Dat het al een stuk geluidsarmer is dan oud asfalt. ZOAP heeft ook onder andere te maken met verwerking van regenwater. Dat je dus niet, als het een keer hard regent, wat tegenwoordig natuurlijk steeds vaker gebeurt. Van die plensbuien, dat niet op de weg blijft liggen, maar dat het weg zo snel mogelijk weggaat. Niet alleen van de weg af. Hè. We leggen de weg altijd rond of op één oor, zodat het water goed weg kan. Maar ook door het ZOAP, het zeer open asfaltbeton, zakt het ook sneller in het asfalt zelf, zodat het weg is. Zodat je minder sproei hebt, minder kans op aquaplanning en dat soort zaken. Dus... Ja, wat we zeggen eigenlijk is het asfalt wat we al gebruiken voldoet aan hoge normen en eisen die we tegenwoordig op al onze wegen neerleggen. Dus het is niet specifiek dat we hier
nog stiller asfalt gaan aanleggen dan we al op al onze wegen aanleggen. Oké, maar de, volgende vraag. We gaan door. Hoe hoog wordt de middengeleider in de bebouwde kom? Als er auto's overheen rijden met extra geluidsoverlast. Ja, nou, dat is een goede vraag. Want we hebben de bebouwde kom. Even denken, ga ik even hier, zie je dat. Hier kom je de bebouwde kom inrijden. En dan zie je net voorbij de komborden, zie je die middengeleider. Het is inderdaad de bedoeling dat die ook iets verhoogd is en iets rond is. En dus een print erin van straatstenen. En de bedoeling is natuurlijk dat auto's afremmen en niet over die middenstrook gaan rijden. Nee. Maar als het nodig is, als dan een hele brede vrachtwagen is, of, dan is dat, dan kan dat, hè, dan is dat verder geen probleem. En hoe hoog die precies wordt, nou, dat weet ik eigenlijk niet precies. Sorry? Ja, dat wordt nader uitgewerkt. Ja. Oké. Okay. Klaar voor de volgende vraag? Ja. Het is niet logisch om niet te kijken naar eventuele uitbreiding van Hoeve Oost. Stel dat dit binnen 3 jaar toch gebeurt en het aangepaste tracé dan weer aangepast moet worden. Hoe gaan wij daarmee om? Ja, dat is natuurlijk altijd een afweging die je moet maken. Hè. Ga je er nu al rekening mee houden of niet? Nou, wij hebben ervoor gekozen om ook in overleg met de gemeente hier in dit project geen rekening mee te houden. Kijk, het allerbelangrijkste in eerste instantie wat we hier doen is groot onderhoud. He, dus het asfalt moet, is gewoon aan vervanging toe. En wat je natuurlijk wel doet, he, je probeert gelijk als het kan dingen mee te nemen. He, werk met werk te maken en dat soort zaken. En ik vertelde al eerder van ja, we weten gewoon niet wanneer dat gaat gebeuren, die uitbreiding. En of het gaat gebeuren, maar als het gebeurt, wanneer het gaat gebeuren. Dus vandaar dat we er geen rekening mee houden. Hè. En, dus, ja, dus ook al is het binnen 3 jaar, nou ja, dan zullen we op dat moment verder moeten kijken. Ja, dus het is lastig om nu zeg maar daarvoor al op- en inritten aan te maken of verkeerssituaties wijzigen voor iets wat er nu nog niet is. Dus ja, dan kijken we na 3 jaar verder. Als dat zover is dan. Ja. Ja. Oké. Okay. De volgende vraag. Naar aanleiding van de informatiefilm over Sint-Isidorushoeve. Hoe moet ik dat zien dat de parallelweg smaller wordt? En wat verandert er aan de inrit ter hoogte van Café Dwars? Ja, nou, dan zullen we eens even kijken. De eerste deel van de vraag gaat over de parallelweg. Vanaf de inrit van de bebouwde kom, ja, waar mijn vinger nu zit, daar, ja, tot aan de rotonde. Nou, we zijn in overleg, het is allemaal nog niet uitgekristalliseerd. Hè. Nogmaals, we zitten in het VO, het voorontwerp. Dus we zijn nog niet in detail bezig. Maar het idee is, omdat we horen dat er best wel hard gereden wordt over de parallelweg. Hè. Daarom zit er ook bij de rotonde, als je daar de parallelweg in kunt. Even kijken. Hier. Als je van de rotonde afkomt richting Haaksberg, kun je daar de parallelweg in. Zit ook een klein ruggetje, een soort drempeltje. Eigenlijk om ook zo te zorgen dat mensen er niet in één keer opschieten en vol gas door blijven gaan. Maar het gebeurt, horen we inderdaad, dat er soms harder op de parallelweg wordt gereden dan op de hoofdrijbaan. Hè? Dus dat ze daar de auto's voorbij gaan. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling, ook omdat er daar natuurlijk allemaal huizen zijn. En we willen dus waarschijnlijk bijvoorbeeld de stoep breder maken. Wat ook goed is voor de voetgangers. Want het is soms wat smal. En het idee is er misschien om de berm die tussen de parallelweg zit en de hoofdrijbaan ook iets te verbreden. Zodat je uiteindelijk een smaller profiel krijgt van de parallelweg. En visueel is een smaller profiel altijd nodigt uit om langzamer te gaan rijden. Hè, er is nog steeds dan plek om te parkeren langs de stoep. Maar op die manier wil je door je inrichting, hè, wat je ook eigenlijk op de hoofdrijbaan doet, proberen de snelheid eruit te halen. Dan nog de vraag.
de inrit van het ter hoogte van het café dwars. Ja. Ja, daar is inderdaad, het is een, daar gaan we inderdaad aan de gang mee, hè, met name voor voetgangers en de fietsers. En als je inderdaad vanuit de rotonde parkeerterreinen op wil van Café Dwars, zit daar best wel een flinke drempel. Nou, daar gaan we ook naar kijken of we die wat vriendelijker kunnen maken, zeg maar, als je daar in of uit rijdt. Vooral met name aan de kant van het parkeerterrein is die vrij stijl. Dus, maar goed, ook dat moet in overleg met omwonenden en de gemeente, hoe we dat precies gaan oppakken. En dat wordt ook verder uitgewerkt als we met de DO bezig zijn. Definitief ontwerp. Ja. De laatste vraag is, wordt het riool onder de parallelweg ook vernieuwd? Ja, nee dus. Die wordt niet vernieuwd, zover we weten. We hebben wel met de gemeente daarover gehad. Er zijn soms wel eens klachten over stankoverlast. Maar in dit project, zover we nu weten althans, wordt het riool niet meegenomen. Is het ook waarschijnlijk niet nodig. En mocht het nodig zijn, dan zijn er ook wel andere technieken om een riool niet te vervangen, maar wel opnieuw te voorzien, bijvoorbeeld van een kous erin, zodat het riool wel weer goed functioneert. Dus in eerste instantie is dit ook geen onderdeel van het project. Daarnaast is het riolering wordt beheerd door de gemeente. Maar we zijn bekend, of de gemeente met name, die over stankoverlast. Dus ze zijn wel daarmee bezig, ja, om dat op te lossen. Maar voor dit project wordt dat verder niet meegenomen. Oké, dat waren de vragen. Nou, mooi. Ja. Dan kunnen we, zal ik nog heel even kort, hoe nu hoewel verder? Ik al inderdaad daar iets over verteld heb, hoe gaan we verder? Nou, ik zei het nog maar, ik zal het nog even kort herhalen. Ja. We zitten nu dus in de voorbereidingsfase. We gaan het ontwerp wat we nu eigenlijk net besproken hebben verder uitwerken. Misschien komen nog opmerkingen vanuit luisteraars of kijkers, moet ik zeggen. Kijkers, ja. Kijken, luister. Binnen waar we zeggen, hé, daar moeten we wat mee. Dus ik zou zeggen, kom met uw op- en aanmerkingen. Dat gaan we verwerken in een ontwerp, definitief. Nou, wat ik zei, die voorbereidingsfase die eindigt ermee dat we een bestek hebben wat we op de markt gaan zetten. Wat we gaan aanbesteden, zodat de aannemers kunnen inschrijven. Dat zal dit jaar gebeuren. En dan kunnen we volgend jaar met de uitvoering beginnen. En de planning is dat we dat in het voorjaar 2022 gaan uitvoeren. Voor die tijd komen we toch ook nog terug bij de mensen? Met hopelijk wel fysieke bijeenkomsten. Ja, dat zou fijn zijn als dat weer mogelijk is. Zeker. Ik wou nog wel één ding even zeggen. Hè. We gaan met dat VO binnen en er komen natuurlijk vragen ook van kunt u nu even dit en dat. En ook voor het hele ontwerp geldt natuurlijk van we kijken ook of het naar de haalbaarheid en de betaalbaarheid van het project. Hè. Dus dat is ook een onderdeel van deze voorbereidingsfase van is het technisch haalbaar, past het in de ruimte die we hebben om een weg te maken met en in de parallelweg en de fietspaden daarnaast en dat soort dingen. Dus hoe is het met ruimte, dus technisch. En uiteindelijk in de materialisering en dat soort dingen is het ook betaalbaar. Hè? Ik bedoel, we hebben ook maar een bepaald budget wat we kunnen gebruiken. Dus dat wordt ook allemaal in deze fase meegenomen. Ja, dus de wensen worden wel beoordeeld. Dus, ik zeg van, bewoners zeggen, ik heb tussendoor liever een tunnel dan... Nou ja, kijk, als we oversteken, zo'n zebrapad, wat we nu dus doen. Ja, je zou ook een tunnel kunnen doen. Dan weet je zeker dat ze geen last hebben van, bij het oversteken. Maar goed, dat is dus niet betaalbaar. En is de vraag is of dat wenselijk is, of dat wel leefbaar is. Hè? Een tunnel, maar goed, dat is een andere discussie. En even kijken. Dat is het eigenlijk. Dus... als alles naar wens verloopt, dan wordt het volgend jaar uitgevoerd. Oké, nou we krijgen nog twee vragen binnen, hoor ik net. Oh, nou, kom maar. Deze gaan we nog even beantwoorden.
Als de parallelweg smaller wordt, hoe gaat het dan met de steeds in aantal toenemende geparkeerde auto's? Blijft er dan nog voldoende ruimte over voor de auto's? Frans. Tja, dat is altijd maar afwachten hoeveel auto's er voor de deur staan tegenwoordig. Hè. Nou, in principe is dus de inrichting van de weg inderdaad nog zodanig, eigenlijk net als nu, dat er gewoon geparkeerd kan worden op de weg. Hetzelfde als nu. Dus de hoeveelheid ten opzichte van nu zal niet veranderen. Maar ja, als er meer heel veel auto's komen, ja, dan, weet ik, dan is het normaal afwachten wat het doet. Ja. Ja. Oké. Okay. Op de Haarmolenweg staan markeringen. Gaan daar binnenkort reparaties plaatsvinden aan het wegdek of zijn deze markeringen voor een later tijdstip bedoeld? Dat is ter hoogte van de Weegbrug Lima. En aan de wegdek, ja. En is het voor bedrijven dan nog bereikbaar? Tijdens de werkzaamheden zelf, ja. Kijk, ik zei in het begin van van deze uitzending dat we gaan groot onderhoud doen omdat we af en toe reparaties hebben in het asfalt en dat neemt dusdanig toe. Ja, op een gegeven moment komt er dan een groot onderhoud en dan ga je al het asfalt vervangen. Dus misschien dat die, ik ken ze eerlijk gezegd niet. Dus ik weet niet, het zou kunnen dat omdat hè, als we niet aan een bepaalde norm voldoen, dat we voortijdig, hè, want we gaan pas volgend jaar, voorjaar, uitvoeren, dat er toch reparaties nodig zijn. Hè. Het is ook na een winter kan er plots het wegdek heel anders zijn. Hè, als, zeker met ZOAP, als daar water in komt en het zet uit door vorst, ja. Krijg je schades. Nou, en dat willen we niet en dan wordt dat toch nog tijdelijk opgeknapt. Dus dat zou kunnen zijn dat voor tijdelijke reparaties dat nog wel gebeurt. Dus het zou kunnen zijn dat het daarvoor is. Eerlijk gezegd ben ik hier verder niet van op de hoogte. Nee, oké. Okay. Ja. Goed, dat waren de vragen. Heeft u toch nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u dit in alle tijden naar ons e-mailen. Op de N347 Goor Haaksbergen, allemaal aan elkaar, @overijssel.nl. Ook houden wij de website bij voor dit project. Dat is www.overijssel.nl/N347 Goor Haaksbergen. Heeft u kleine wensen door te geven, dan het liefste voor 27 juni aanstaande. Toen was het stil. Oh ja. Daarnaast is deze uitzending ook op een later tijdstip terug te kijken. Via de website ook, hè? Dan komt er straks een link daarop. Op de website komt ook de link daar naartoe. Hebben we niet de website hier in beeld kunnen krijgen, de link daarin? Of ja, de naam van het... We wachten er even af. Nee, dat klopt. Vragen, opmerkingen? Hier kunt u het naartoe sturen, het e-mailadres. En anders kunt u kijken op onze website en kunt u ook de link klikken. Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Bedankt voor het kijken. Ja, hartelijk bedankt voor het kijken.